de duinrand, het groen en de molen door de bomen. Dit decor in het keurige Noord-Hollandse Bergen was ooit het domein van dichter Roland Holst. Zijn belangrijkste bundels vloeiden op deze plek uit zijn pen. En 35 jaar na zijn dood waart de geest van Holst nog altijd rond. Maar het huis is nu van alle schrijvers en wordt per tourbeurt verhuurd. Schrijvers die kunnen zich opgeven en die kunnen dan een maand lang in het huis logeren en werken en genieten van de rust en deze omgeving. Joost Zwagerman, Maria Goos, Adriaan van Dis. Het gastenboek puilt uit van de prominente. En ieder gaf zijn geest hier de ruimte, in het werkkamertje waar Holst naar de horizon keek. Deze maand is schrijver Gijs Eilander te gast en ook hij is onder de indruk. Het is echt geschiedenis. Een plek met geschiedenis, dat spreekt mij wel aan. De een heeft het over de geest van de dichter en de ander gewoon over dat je voelt dat het een historie heeft. Holst zelf beschreef het huis als zijn tweede huid. Een huid waarin hij goed kon leven, zo bewijzen de foto's aan de muur. En die hem inspireerde, want het was aan deze tafel dat Holst de bijnaam Prins des Dichters verdiende. In dit kamertje waar ik nu zit, is het werk van Roland Holst geschreven. Een indrukwekkende pil met duizenden gedichten. Nu aan mij, ja. Ik voel me daar niet door bezwaard, maar integendeel aangespoord.